De stad Münster, zo'n 70 kilometer ten oosten van Enschede, is heel belangrijk voor Nederland. Maar het is ook een mooie, oude en na de oorlog goed gerestaureerde stad. Je kunt je er laten rondrijden in een semi-oude omnibus. Een gids vertelt je bijvoorbeeld over de vele kerken die er zijn. Ze zijn zo trots op hun dom dat hij zelfs op de putdeksel staat. Voor ons is het belangrijkste gebouw het raadhuis van 1578. Hier is de vredeszaal die je betreedt door deze deur. In de 17e eeuw was heel Europa met elkaar in oorlog. Maar hier werd alles in 1648 bijgelegd. De portretten van alle aanwezige landsdelegaties hangen hier aan de wand boven een heel mooi houtsnijwerk. De eerste getekende vrede in dat jaar was die tussen Spanje en Nederland. In feite de stichting van onze staat. Alle lambriseringen waren toen al aanwezig en werden in de Tweede Wereldoorlog op goed beveiligde plekken bewaard. De bemiddelaars kregen een wijze raad. De vredesakte met links de Spaanse zegels en rechts die van de provinciën. Utrecht wilde eerst niet en later wel. Hun zegel werd er toen tussen geflanst. De marktplaats was stampvol bij de bekendmaking van de vrede. Toch had de stad maar 10.000 inwoners. Nu zijn dat er meer dan 300.000 en is er een sterke industrie met meer dan 1 miljard euro omzet. Meet in Münster is wereldwijd bekend.